zie je. Dan zullen we deze aan moeten raken. En dan zullen we dan ook weer een poort los gaan naar die andere battle arena. Het is precies hetzelfde. En dan komen we eigenlijk weer op dezelfde locatie uit. En ik verwacht dat hier dan wel weer wat gebeurt. Oh, we moeten zeker al deze dingen open krijgen, of niet? Deze dicht en die ook nog. En dan zullen we hier wel weer iets moeten verslaan. Dat is een soort training is dat iemand ons test of zo of ergens op voorbereid zijn. Oké. Er komt daar een brug omhoog en die gaat naar die poort. En dan ben ik dus benieuwd wat zit er achter die poort. So, it isn't a dead end after all. Apparently not. Maar goed, hoe dit verder gaat, dat is iets voor de volgende video. Voor nu ga ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Like deze video, abonneer op mijn kanaal. En dan gaan we de volgende video verder en gaan we door die poort richting kijken wat er allemaal achter zit. Ja, wat hier allemaal gebeurt, ik heb nog geen idee en waar het tot toe leidt ook niet. Maar in ieder geval, het is best interessant. Maar zoals ik zei, daar gaan we de volgende keer weer mee verder. Voor nu, bedankt voor het kijken. Like deze video, abonneer op mijn kanaal en tot de volgende keer. Yes, dames en heren, welkom bij deze nieuwe video van mij, Wesley. Vandaag gaan we verder in Phoenix Gate, waar we allerlei al enemies hebben moeten verslaan om naar deze, om dingen vrij te spelen, lijkt wel naar deze poort. We weten dat hier die hoodieman waarschijnlijk binnen is. Ja, geen idee waar dit tot toe leidt. Ik heb nog steeds vermoed dat die ene hoodieman Joshua is. Dus ja, we zullen hopelijk snel achterkomen of dat ook zo is. Eens gaan kijken, want ik denk dat hier ook wel weer gaat gebeuren. Ik zie daar ook weer een tekening op de muur staan die me niet bevalt. En kijk wat er in het zit. Hoe oud denk je dat dit is? 1000 jaar? Meer? Ik weet het niet. Ik heb nooit iets zoals het gezien. Who is that in the middle, do you think? Some sort of god. Hebben we die ook niet aan het begin gezien? Tenminste, helemaal aan het begin. Dat het ineens zwart werd. Jill en Targo, ze lijken wel bevroren nu. Hey, daar is hij. You're him. The second dominant of fire. The second of. Who are you? Are you? You? Where are you? What? Fear.
it! Please! Stop! Dit is het gevecht. Joshua chose me to be his shield. He gave me his blessing and asked me to keep him safe. I should have protected him that day. It was my duty. Hey, that's your Clive here. Yeah. Clive. There's Joshua here. What's this over here? Is dit echt of niet? I'm sorry. I failed you. Joshua died. I killed him. And I blamed another for what I did. To spare myself the guilt. I feared that by accepting it, I would lose what little was left of me. So I ran from everything. And now? Are you ready to accept the truth? I am. I know it won't be easy, but it's what I must do. So that Joshua's soul can finally rest in peace. Oké, wat gaat er nu gebeuren? Die hoodie man zag toch heel anders uit toen we in de video die een aantal dagen geleden online kwam. Oh nee. We gaan toch niet tegen dat ding vechten nu. Ach, nee ja. Chips. Wow. Wow. Waarom moeten wij nu tegen dit ding vechten dan? Oh, kut. Weg. Sorry dat ik een beetje scheld. Nee, 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 nee. Vechten niet tegen die. Wat is dit dan weer voor een battle? Is toch een eerlijk gevecht dit? Too slow.
Hebben. Ja, wat is dit dan weer voor een vaag gevecht? Hebben wij nu de icon die hij van binnen is verslagen? Of? Oh nee, is niet goed. Komt hij weer? Hey. Dat zijn wij. Still you deny it. Even when the truth's staring right at you. Come on, Clive. Face your fears. What is it? Wat gebeurt er met ons? Shadow, laat me zeggen. I see. You'd help me learn by example. Too slow. Whoa.
Oh, dit is een lang boss fight. Knoppen. Het zal niet zo zijn dat we dit gaan verliezen. Van onszelf. Achter. No escape, eh? It's alright. I'm done running from you. Together. Time to find out who we are, once and for all. Okay. We accepteren nu dus dat wij de Icon of Fire zijn, niet? Show yourself, Ifrit. Okay, nou wat ik hier niet erg afheg. We hebben nu onze jongere versie volgens mij in ons en daarmee accepteren we dus eigenlijk dat volgens mij de waarde bij A, Phoenix en... Nou wordt het met zijn eerlijk ver. Ja, we hebben ook een keer geluk krachten. Wat is dit trouwens toch ook weer een die zuil mooie boss fight. Oké, wat gaat onze innerlijke shadow nou doen dan? Die wordt helemaal vuur. En die verandert in de icon weer. Och jee. Ik kom weer tegen hem. Oké, en ik denk dat wij nu ook in de icon gaan veranderen. Ik weet de truth in het nu. You are not afraid. I am. Kijk, hier. Weet je wel. We hebben verschillende stages hier. Wij zijn eigenlijk in de Infernal Icon. Dit ziet er eigenlijk best wel raar uit. En nu kunnen we hem ook verslaan.
Shadow, onze schaduw hebben we verslagen. Oké. Aan het begin was het nog een beetje oneerlijk, maar later werd het toch wel wat eerlijker. Alle high potions erdoor, maar goed. Maakt niet uit. Waar is die? Are you all right? Hoe die man? Jill. It's nothing. I'll be fine. Chasing shadows. The hooded man isn't here. We should go. Volgens mij is hij wel hier. Want zij zag hem ook. Ik ben toch benieuwd wanneer we er nou achter komen wie die hooded man is. Ja, oké, okay, we hebben al een soort van filmpje gezien van de hooded man. Die het een en ander wel weggeeft van Joshua, maar. Are you sure you're all right? Whatever it is, you can tell me. Wanneer gaan zij de hooded man. I had a hard enough time telling myself. Ontmoeten. I awakened as a dominant of fire, right here in this castle, and I've been running from it ever since. But now I know for certain who I really am. The second icon of fire, who killed my brother and burned this castle to the ground, was me. Ifrit. Clive. I took so many lives that night. And destroyed so many more. Including yours. And I must atone for the crimes I've committed. Oh. Mission is from Blood Phoenix Gate, Glad Internal Phoenix of Power Icon with Strength, and before its range to use a second shocking revision, its dominant was no one other than Clive Rushfield, yeah. But not before I learn the whole truth. How can a second icon of fire even exist? And why was I chosen as its dominant? Who is the hooded man who brought us here? And what does he want? I have no decision be the hooded man is. And since I'm still breathing, I might as well make myself useful. We'll find your answers together. I want to learn the truth too. There'll be time enough for atonement when we're done. I was hoping you'd say that. I don't think I could do this without you. You never were one to hide from the truth, even when we were young. And you haven't changed a bit. You're wrong.
have changed. But I don't want to be that person anymore. The things she did were unforgivable. And yet, they're what brought us back together. Thank you, Jill. Yeah, that's what he. If he is here, then the disturbance I felt at the care must have been confounded. The hour is later than I thought. Stond hij weer, de Hoodman? Dat is toch echt Joshua? Of ik moet nou zo sterk vergissen? Wie is dat? Said, he said, "Sit." Paid him. The new vijand. I let you run amok with the rest of your rats, and this is how you repay me? Find out where he is. Die jacht op zit. Flay him! Rip out his heart! Him and all his filthy brood! And send every last one of them to hell. Out. No! Yes! Yes, my lord! That's weer een andere keizer. Benedicta. I let you run amok with the rest of your rats, and this is how you repay me? Find out where he is. Die jaagt op zit. Crush him. Flay him. Rip out his heart. Him and all his filthy brood. And send every last one of them to hell. Out. No! Yes, yes, my lord. Dat is weer een andere keizer. Benedicta. Benedicta.
of life. Ja. Clive has gained control of Icon of Ifrit, allowing access to new Icon abilities, such an Ignality Affairy that dies back enemies while dealing quantity damage, as well as a locking limit breakage. Slots Ifrit's abilities are shared with those for the Phoenix and can be confirmed via the abilities main menu. So, what next? We return to Eastpool. I promised the mayor I'd talk to him again. About Lady Hannah, amongst other things. Though she may be loath to leave, I can't help thinking she'd be safer with Cid, too. All right. We should arrange an introduction, then. We have new abilities for his build. Kijk. En dat zijn abilities die ik wel wil. Goed, wij gaan dus nu terug naar Eastpool. Maar dat is voor de volgende video. In deze video kwamen we erachter dat de echte waarheid, al wisten we het een beetje, dat Clive de Icon of Fire is, waar wie zijn broer heeft gekild helemaal aan het begin. Alhoewel moeten we nu nog steeds twijfelen of die überhaupt wel gekild is, want de Hoodie Man die duikt ook overal op en die heeft een beetje hetzelfde haar als Joshua. Dus hoe dat allemaal verder gaat, daar zullen we ook snel antwoord op gaan krijgen. Dat is voor in de volgende video's voor nu. En daarnaast was niet vergeten om nog een of andere kerel die helemaal boos deed en zo en aan het eind Benedicta zei. Dus ik denk dat dat de man van Benedicta was. Alleen Benedicta die leeft volgens mij niet meer. En ik denk dat hij nu de huidige vijand is waar we dadelijk mee in gevecht gaan. Of we in deze komende afleveringen ergens mee in gevecht gaan komen. Maar goed, voor nu bedankt voor het kijken. Like deze video, abonneer op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Ik zeg later.